oranje. Nee, door de plassen. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag, ik weet niet waarom, maar ik heb heel veel energie. En het is lekker weer, dus dan ben ik blij. Ik heb net lekker mijn shirt gestreken, want wij gaan de stad in. Wij gaan gezellig de stad in. Ja. Met z'n tweeën. Gezellig. Leuk, hè? Ja. Friday vieren. Ja. Happy Friday, guys. Hey, het is vandaag zaterdag en vandaag is het officieel Pride Day. Dus heel de grachten van Amsterdam liggen nu helemaal vol met boten, met allemaal mensen erop. Hartstikke gezellig. Misschien is het wel heel druk in de stad trouwens. Ja. Nou goed, dan gaan we gewoon even kijken. We gaan eventjes richting de stad, want ik heb heel weinig shirts merken. Ik heb altijd dezelfde shirts en of wit of zwart. En ik heb heel weinig witte t-shirts, dus meestal is het gewoon zwart. Dus ik heb even meer, ik moet even meer spulletjes hebben. Meer spulletjes, even t-shirtjes en zo. Nou, we zijn in de Bijenkorf. Nee, meestal als ik in de Bijenkorf ben, dan gaan we altijd een beetje kijken naar spulletjes. Het is gewoon leuk om hier rond te lopen. En we waren natuurlijk vergeten, maar de Gay Pride was er. Ja, dus het was echt druk. We reden door de stad heen en er waren echt fucking veel mensen en zo. Nou, hier staan we. Nee, dat kan je echt niet. Er ligt daar een man te tikken. Nou, we wilden hier eigenlijk helemaal niet naar, maar dat stond helemaal. Ik vond het gewoon grappig. We zijn weer in een van mijn favoriete winkels. De Poel en Beer. Nou. Wat? Jij wilde hier naar binnen. Nee, je wilde toch voor spulletjes kijken? Ja. Nou, ik weet niet. Maar het is ook niet dat ik bedoel van alleen maar dure spullen bestaan, maar dat is ook totaal niet zo. Alleen, Sarah past mij bijvoorbeeld echt niet. Als ik een wit shirt van Sarah doe, staat die me gewoon niet. En als je dan een wit shirt van Olaf hebt, dan staat het me opeens wel. Ja. Maar dat heeft maar te maken met pasvorm. Zoek jij eens een mooie jurk uit, schatje. Voor op vakantie. Een mooie, frisse vakantiejurk. Ik weet van de grote jurken staan, maar allemaal niet. Ja. We kunnen het proberen. Wow, yo, jongens. Kijk even dit. Welke mogol parkeert er nou zo? What the fuck? Maar goed, we willen nu naar huis. Alleen er staat echt een ziek lange rij. Omdat er waarschijnlijk niemand naar buiten komt. Echt bij de uitgang van de parkeergarage is dat best wel druk. En nu helemaal met die Pride. Check even hoe druk het is in Amsterdam. Het is wel gezellig. Het is wel een beetje druk. Maar we zijn er eindelijk uit, jongens. Ja, weet je wat gewoon het probleem? Hier, kijk, mensen denken gewoon, yo, hier. Ze verwachten gewoon dat je zeg maar stopt. Op zo'n dag als vandaag, is ook met Koningsdag, heb ik zelf ook. Dan loop je door Amsterdam. En dan staan de straten, zijn gewoon geen... Denk auto. Je gewoon dat je alles kan Ja, je denkt gewoon echt dat je overal mag lopen ook. Het is niet normaal. Maar goed, we zijn er bijna uit. Ach zo, ik heb even een lange broek aangetrokken. En ik stap weer in de auto, want ik ga onderweg richting Rotterdam. Want ik ga uit eten met Danny en met Gio, andere Gio. Maar eerst ga ik eventjes iemand bellen. Want ik heb een telefonisch interview met Glow FM. Ik ben benieuwd. Het is een interview naar, ja, omdat ik natuurlijk een meisje heb uitgebracht. Dus ze gaan vragen stellen. Een hele goede middag, Vincent. Hallo, goedemiddag. Hey, je bent natuurlijk bekend als acteur en als YouTuber. Ja. Je hebt nu een eerste plaat uitgebracht. Wat is jouw aanleg met muziek? Dat is eigenlijk wel grappig. Zeg maar eigenlijk voordat ik acteur ben geworden. Want ik heb eigenlijk ook nooit gezegd van hey, ik wil acteur gaan worden. Maar mijn broer die was vroeger DJ. En die had op een gegeven moment een muziekprogramma. FL Studio, Fruity Loops. En toen ben ik daar een beetje gaan experimenteren. En toen maakte ik vroeger ook zeg maar zelf mijn eigen beats. En ik zat meer een beetje aan de house kant dat ik maakte. En toen was ik denk ik 11 of 12 of zo. En toen heb ik me aangemeld voor de Herman Boot Academie. Maar daar kwam ik helaas niet door de laatste honden. En toen heb ik op een gegeven moment een beetje opgegeven. En toen ben ik later dacht van, hey, ik wil gewoon eigenlijk gewoon meer gaan zingen en zo. Want ik dacht, ja, dat deed ik vroeger niet echt. Ja, ik probeerde het altijd een beetje voor mezelf. Maar ik dacht van, ja, waarom ga ik het niet gewoon doen? Want ik vind het hartstikke leuk. Ik hou van muziek, dus let's go. Ja, dit, nou, dat klinkt eigenlijk altijd een heel solide verhaal. Je maakt dus echt vroeger al beats en zo. Maar nu zing je ook echt. Dat deed je vroeger dan niet. Nee, ja, heel vroeger wel, want vroeger deed ik ook musicals en zo, heb ik dat ooit een keer gedaan. Ja. Maar toen, als ik nu mezelf terugluister, denk ik van jeetje Christus, laat dat maar lekker het verleden zijn. Alleen, Ja, dat heb ik elke dag, mezelf voor zingen. Ja, nee, maar goed, kijk, zeg maar, ik had dus toen wel een beetje al zangervaring, maar pas later dacht ik echt van, hey, ik ga gewoon echt gewoon een beetje rappen, zingen, ik vind het hartstikke leuk. Maar inderdaad, wat jij zegt, vroeger was het gewoon meer echt muziek maken, de instrumenten en dat soort dingen. Ja, je hebt nu de plaat Hey Meisje uitgebracht, hoe lang heb je erover gedaan om hem te maken?
Nou ja, ik denk dat ik hem serieus nu al 2 jaar heb liggen. Ik heb hem 2 jaar geleden volgens mij al gemaakt. En nou, we hebben het in een dag gemaakt. In een dag hebben we zeg maar, het hele conceptje bedacht. Samen met Jeroen Russen en Robert Vredeveld zijn we de studio ingegaan. En toen hebben we gewoon met z'n drieën hebben daar lopen brainstormen. En toen, ja, het klikte zo goed, het was zo'n goede vibe. Toen hadden we gewoon, denk ik, serieus binnen 5 uur, 6 uur was het nummer af. En toen later hebben we nog iemand anders erbij gehaald. Want we vonden hem zeg maar, net nog iets te singer-songwriter. Dus we hebben hem een soort van urban feel gegeven. En daar heeft Keizer Sos erbij geholpen, Boris. En ja, dus dat uiteindelijk... Dat heeft nog 2 jaar geduurd dan? Ja, ja, nou ja, ik had hem al 2 jaar liggen. En toen ik zeg maar echt dacht van, oké, nu is dit is een moment om te gaan uitbrengen. En toen hebben we hem zeg maar helemaal gefine-tuned. Met, ja, gewoon gemixt en alles gemasterd. Maar ik denk dat het, zeg maar, het echt het nummer dat we hebben gemaakt heeft misschien, nou, wat zou het zijn, 6 uurtjes gekost? Nou, dat valt mee. Dat is een snel plaatje, toch? Ja, zeker. Hey, waar gaat hij over, hey meisje? Nou, hey meisje gaat eigenlijk over een situatie van mij eigenlijk vroeger. Ik had het heel erg leuk met een meisje. En het was mijn periode dat ik in GTST speelde. En ik ging veel uit. En dat vond ik hartstikke leuk allemaal. Maar op een gegeven moment had ik heel leuk contact met een meisje. Maar na een tijdje dacht ik toch van, ja, ik weet niet, ik voel het niet helemaal. En ja, dit is toch niet echt iets voor mij. En toen heb ik dat tegen haar gezegd. En toen later bleef ze maar best wel een beetje pushen. En we kwamen elkaar steeds tegen in de club. En ja, en zeg maar die situatie, daar kwam ik steeds in terecht. En zeg maar, daar gaat het nummer over. Dat een meisje gewoon steeds aandacht van je blijft vragen. Terwijl je hebt duidelijk gemaakt dat het klaar is. Ja, maar dat ik dat zelf ook lastig vind, zeg maar. Dat het gewoon elke keer zo'n spelletje wordt. Ja, nou duidelijk. Kunnen we nu meer muziek van je gaan verwachten nu de eerste er is? Ja, zeker. Zeker. We gaan, ik ga gewoon doorstoten. Dus kijk, dit, super. Goed om te horen. Dit ga ik, ja, vanaf nu gaat er gewoon muziek komen. Muziek, YouTube, acteur, ja. Dat ga je overal zien. Je bent niet meer te ontlopen, zeg maar. Nee, precies. Lekker. Nou ja, dankjewel Vincent. En je hoort hem voor het eerst hier nu op Glow FM. Vincent Visser en Hey Meisje. Yes. Zo, nou jongens, dat was mijn interview met Glow FM. Was hartstikke leuk. Dit is mijn eerste interview die ik ooit heb gedaan voor muziek. Ja kijk, vroeger, weet je, toen ik ook in GTSD speelde, heb ik heel vaak interviews gedaan. Heel vaak inderdaad gewoon bellen met radiostations en zo voor andere dingen. Maar dit is de eerste keer dat ik een interview doe voor Hey Meisjes, voor mijn muziek. En hartstikke leuk. Het was een leuk interview. Dus dat was hem jongens. Richting Rotterdam! Ik heb een nieuw nummer ontdekt en ik vind hem echt geweldig. Ik vind dit zo hard, jongens. Hij is van Charlie on a Friday. Hij heet Enough. En ik was gewoon op TikTok aan het scrollen en ik zag op een gegeven moment optreden van iemand dat hij dit aan het performen was. Maar hij was nog niet uitgekomen, dus het was gewoon voor hem een soort van marketingtraject. Maar ik vind hem zo dik. Ik vind het echt een hard nummer, echt hard. Maar het is wel grappig, zeg maar. Kijk, ik verwacht dan nooit van mezelf. Als ik dan bijvoorbeeld hey meisje aan het pushen ben op TikTok, denk ze van ja, maar werkt het nou echt, weet je wel? Heeft het nou zin? Maar ja, het werkt dus ook bij mij, want ik heb dit nummer van TikTok omdat hij aan het promoten was en ik vond hem fucking dik. Dus ja, maar goed, ik vond hem hard. Kijk eens wie daar is. Ome Dennert. Wat een bakken, jongen. Het blijft echt zo'n lijp ding. Pfff. Hey, Dennert. Plassen, man. Den moet pissen. Helemaal. Heb je een leuke dag op het strand gehad, maat? Ja, waar was jij? Ja, ik was met Della. Je lag in bed, hè? Nee, helemaal niet. Heb je dat gedaan? Ik ben naar de stad geweest, naar de Gay Pride. Hoe was het? Leuk, ik heb lekker met mijn poepetje geschud. Voel je je thuis? Wat? Voel je je thuis daar? Nee, maar het was wel gezellig daar. Ja, ik hoor altijd leuke feestjes. Ja, het is altijd een leuk feestje. Let's go! Let's go! Maar goed, we gaan gezellig eten. En Danny moest heel nodig pissen, dus let's go. Jongens, wat vinden jullie van Vincent zijn kapsel? Het klopt niet. Ja, ik kom binnen en jij zegt, je vindt mijn kapsel niet mooi. Kan ik anders wat gel van je lenen? Je lijkt zo'n jong studentje. Maar kan ik wat gel van je lenen? Of heb je misschien... Ja, ik heb gel. Wil je gel zien? jij mag niks zeggen over haar, Den. Zo, ik heb een mooie bos haar. Mooie bos haar. Nou goed jongens, ik ga de kamer eventjes hier laten, want ik ga uit eten en daarna gaan we waarschijnlijk... Op stap. Dus dat is niet handig om mijn camera mee te nemen, dus ik ga hem hier laten staan. Tot morgen. Hey, goedemorgen. Day after. En we zijn weer helemaal fris en fruitig. Of niet, Ben? Nee. Oh, jongens. We zijn gisteren lekker uit eten geweest. En daarna zijn we naar de Munch gegaan. Dat is een club hier in Rotterdam. Het was hartstikke gezellig. We hebben genoten. Beetje brak. Maar dat maakt niet uit. Want het is fantastisch weer buiten. Hoe ben je zo? Wat?
Ben je zo bang dat je auto raakt? Ja. Doe eens rustig, maat. Ik ben geen idioot. Oh. Ja. Nou, doe maar dicht, maat. Hij is altijd zo bang dat ik zijn auto raak, maar... Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel. Je wil je geen krasjes op hebben. Ik ben weer boven en kijk eens wie hier zit. Ruup. En Ruup, we hebben net Thais besteld en jij hebt een fortune cookie. Zo heet dat toch? Ja, zijn we openmaken. Wat staat erop? Kan ik het voorlezen? Doe jij dat even. Als je geeft, zul je ontvangen. Ik geef jou een hand. Nou, zal je hem ontvangen? Hats. Nou, leuk. Dames en heren, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken naar deze video. En vond je deze nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een langere vlog, want deze was wat korter. Later!